mag niet. Oh shit. Nou. Gio, waarom nemen we wel een vork mee in de auto? Goedemorgen jongens en meiden. Welkom hier bij een nieuwe vlog. Ik heb vandaag hartstikke snel mijn badjas aangetrokken, omdat er hier rondom het huis allerlei dingen aan het gebeuren zijn. Want vandaag zijn de havendagen in Rotterdam. Oftewel, dan worden er allerlei dingen georganiseerd. En allerlei dingen gaan ze hier doen die er normaal gesproken niet gebeuren. Maar ik hoorde het er dus net een hele tijd een helikopter rondom het huis. Nu is hij alleen eventjes stil, maar ik denk dat hij straks dus weer komt. Wow, jongens, kijk eens. Er gaan hier dus ook, kijk, er zijn hier daar mensen ook aan het waterpoloen. Super vaag in het water, echt ontzettend koud. Maar wat gaat die heli doen dan? Waar gaat die heen? Daar ligt een boot ook, die ene boot. Maar deze zit hier al de hele tijd boven me te vliegen. Je hoort hem echt de hele tijd langs gaan. Oh jee, wow, what the fuck. Wow, what the fuck. Holy shit. Holy shit. Holy shit. Holy shit. Holy shit. Holy shit, dat was fucking ziek. Oi, yo. Wow. Ik dacht even dat hij neer ging storten, maar dat was gewoon een duikvlug natuurlijk. Hoi! Allemaal mensen hier om het huis, oh yo. Kijk eens, nu is hij daar aan het vliegen boven het water. Oh, je ziet al het water alle kanten opgaan. Dan wordt hij gewoon een hele show gegeven. Het ziet er echt heel lijp uit. Je ziet al het water allerlei kanten opgaan. What the fuck? Waar gaat hij nou weer heen? Hij gaat weer achter het gebouw langs. Kijk, daar gaat hij weer. Je ziet ook dat het daar echt heel erg druk is. Allerlei boten, allerlei mensen. Een andere boot ligt voor de deur. Super druk is het hier. Oh jongens, kijk dit plaatje dan. Ik moest even snel wat uit mijn auto pakken, maar... Ik ben zo blij dat het nu allebei gewoon mat zwart gemaakt is. Echt zo ziek. Oh joh. Nu vraag ik me echt af, wat vond ik überhaupt mooi aan dat blauw wat ik had? Ik bedoel, what the fuck. Ik ben trouwens ook helemaal zwart gekleed vandaag. Echt super toevallig. Ik dacht, hé, dat past er lekker goed bij. Maar ik ga nog niet de auto in. Hey, lekker ding. Wat vind je er nou allemaal van dat het allemaal gebeurt hier, hè? Even wat om over mijn katten te vertellen. Ze moeten dus binnenkort echt naar de kapper. Want, nou ja, zoals ik al verteld heb, ze haren ontzettend erg uit en borstelen en alles heeft geen zin meer. Dus ze moeten binnenkort dus, ja, moet ik ze naar een soort van knipbeurt brengen. Zodat al die haartjes worden weggehaald. En, nou ja, tenminste, ze gaan niet kaal gelukkig, hè. Dat kunnen we even bij jou niet doen. Maar wel gewoon dat ze een stuk minder uitharen. Want het is niet meer te doen hier. Ik moet echt letterlijk om de 5 minuten zo wat stofzuigen. Dus ik ga hier even Snuffy aanzetten. Hop, ga jij even je best maar doen. Jongens, het is gewoon een hele show bij elk raam hier in huis van mij vandaag. Letterlijk bij elk raam valt wel wat te zien. Ik ga even dit weghalen. Hoppakee, kijk. Ah, raampje dicht. Let op. Bam. What the fuck? Kijk hoe groot die boten zijn daar, joh. Als ik het goed zeg, Rotterdam heeft natuurlijk de grootste haven van Europa. Als ik fout ben, corrigeer me alsjeblieft. Als ik gelijk heb, zeg het dan ook. Maar daarom dat ze dit dus volgens mij ook elk jaar doen. Hey, ik zeg het jullie eerlijk, kom in Rotterdam wonen. Rotterdam is de shit. Rotterdam wordt lijp de komende jaren. Ik snap alleen oprecht het waterpolo daar niet. Ik bedoel, het zonnetje schijnt, maar het lijkt me wel echt verschrikkelijk koud nu daarin. Die toeters. Hoor ze allemaal, die boten. Hoi, yo. Nou jongens, ik hoef bijna vandaag geen eens iets te doen. Ik kan gewoon de hele tijd uit mijn raam filmen wat er allemaal gebeurt hier. Let's go, jongens. Oh, kijk die mooie rode remklauwtjes is. Kijk dan, zo sexy. Rick die appte mij dus net van, yo Gio, heb je zin om te chillen? En Alex, Rick en Alex. En ik zei, ja tuurlijk, is goed. Toen zeiden ze, oké, waar ben je? Ik zei, ik ben thuis. Toen zeiden ze, oké, maar zullen we chillen bij je ouders in huis? Dus ik denk, huh, waarom dat? Maar ze willen zo graag gewoon nu chillen bij mijn ouders in huis in de hot tub of weet ik veel wat. Dat ze daar nu naartoe aan het rijden zijn, terwijl ik er nog niet eens ben. Dus ik ben nu achter ze aan het rijden. Ze zijn echt al bijna daar en ik begin net. Beetje apart dus, ze wilden niet chillen in mijn huis, maar wel gewoon in het huis van mijn ouders. I don't know waarom. Ik heb rare vrienden blijkbaar. Jongens, de brug gaat weer open. Ik zag net de seintjes. Ik ben net op tijd. Ik ben echt net op tijd dat die open gaat. Ik ben er net overheen gelukkig. De auto's achter me die gaan nu straks daar moeten stoppen denk ik, want de rode lichten gingen al aan. Voel, maar ik ben er! Ha! Kijk eens, daar zijn ze hoor, daar zijn ze hoor.
Hé, hey, ja, waar mag ik nu parkeren? Dankjewel. Waar moet ik mijn auto nu zetten dan? Ja, pas denk ik niet, man. Ja, jullie zijn leuk. Dit is mijn huis, hoor. Baba! Hallo, jongen. Hé, hey, wat vind je van de nieuwe rap? Ja, het is wel echt 80 keer beter dan de vorige. Ja, is het 80 keer beter dan de vorige keer? Zo, nou, mooi. Ik had laatst gezegd natuurlijk dat jullie een naam mochten verzinnen voor mijn twee visies. Nu gaat toevallig hier mijn visie. Visie? Ja, oh, hij gaat weg. En kijk, daar gaat hij ook. Oh, ja, hier gaan ze allebei. Wat de namen er zijn geworden, het is dus Gold en Digger. Nee, kijk, het is Gold en Bolt. Dus ze heten nu Gold en Bolt. Ja, weet je wie? Wie is? Ja, nee, dat weet ik niet. Hallo allemaal trouwens. Hallo. Hoe is het ermee? Goed. Ja? Mooi. Ja, goed. Oh, mooi. Fijn. Ben je lekker in het zwart? Ja, het is koud. Oh. En vies weer. Nou, maar, zoals je ziet, het is lekker druk in de vissenkom. Nee hoor. Maar dit is de max wat erin mocht, toch? Ja. Nou, mooi. Dat hebben we maar gelijk gedaan. Ja. Wat ben ik blij dat het hier overkapt is. Dan kunnen we tenminste wel lekker... Kijk uit, Rick, er stort het in. Kijk uit. Oh. Nee, ik ben blij dat we nu gewoon hierin kunnen. Het was hun idee om dus hier gewoon met dit weer erin te gaan. Dus ik hoop dat het maar een goed idee was. Rick, we zijn het allebei over eens dat Alex een beetje vrouwelijke aandacht nodig heeft de laatste tijd. Ja. Hij heeft een keer een liefdesbrief gekregen van ons. Of tenminste van een meisje, zeg maar. Alex, leg eventjes je type uit, dan kunnen we misschien iemand scouten. Of dan kan iemand zich in de comments melden. Ik dus. Ken type. Stuur hem op foto's. Stuur hem op foto's. Hij wil zo graag vrouwelijke aandacht. Mee. Kijk, hij is gewoon helemaal sad vandaag. Dat is toch zielig, pap? Ik ben gewoon een beetje lonely. Ben ik zo lelijk? Nee, ik ben niet lelijk. Zeker? Je bent fucking lelijk. Nee, grapje. Oké. Okay. Ah, het komt wel goed, jongen. Het komt als je weet hoe lief je bent, ja, dan vallen ze met bosjes voor je. Ja, dat wel. Snap ik. Hier wel. Ja. Dus. Maar ze moeten wel verklaren, moeten ze hebben. Ja. Het liefst. Toch wel donker. Donker. Ja. Donker. Een beetje uitgekeken en blond. Wow. Oei. Nou. Nou, maar dat is niet slecht bedoeld, maar ik ben er gewoon een beetje op uitgekeken. Oké. Okay. En wil je een hele dunne, of een hele dikke, of een hele dikke, of wat... Ja, zoals Rick. Iedereen is mooi. Ja, maar je kan toch ook hebben? Je hebt sommige geval op hele dunne vrouwen, maar ook op hele dikke niet vrouwen. Ja, of heel dun, gewoon zoals ik, maar ja. Normaal. Die mogen nog zo'n beetje een poeja buikje hebben als toch? Oh, ja. En... Nou, duidelijk. Thanks, man. Jongens. Ja, pak even snel een doek. Is net hier even is helemaal op een kussen gevallen. Oh, jee. Pas op voor je stil. Oh, jee. Oh, jee. Oh, nee, Alex. Wacht, een doekje. Doekje. Nou, jongens. Rick heeft een... Ik heb een grapje. Nou. Gio, waarom nemen we wel een vork mee in de auto? Om de bocht mee af te snijden. Ja, maar dan neem je toch een mes mee? Ja, maar dat weten zij toch niet? Deze was heel slecht. Deze was heel, heel, heel slecht. Jongens, ik vind het altijd leuk om dingetjes aan jullie te vragen, zoals jullie weten. En ik heb even wat nodig van jullie, tenminste. Ik heb een mening nodig. Ik wil namelijk natuurlijk later, of tenminste later, als mijn dressoirtoom een kast in mijn huis is geleverd, bij die muur ook een groot aquarium erop zetten. Maar nog veel groter dan dit. Wat je hier ziet eigenlijk. Want dat dressoir wordt best groot, dus er hoort ook een mooi aquarium op, heel stijlvol natuurlijk. Maar er wordt mij dus altijd gezegd van ja, je kan beter eerst eventjes nu alvast een klein aquarium nemen om te leren hoe het dus moet. Hoe je de vissen moet voeden, hoe je het moet onderhouden en alles. Maar dat betekent dus dat ik er nu al een kleintje of ergens volgende week een klein aquarium moet aanschaffen. Vinden jullie dat ik dat alvast moet doen in mijn huis, zodat ik het kan leren en de visjes daar al goed kan onderhouden? Of niet? Dat is een vraag. Dus, ik ben heel erg benieuwd naar jullie mening. En nu stop ik over de vissen. Sorry, ik vind het gewoon echt leuk. Ik weet niet waarom, maar ik heb er echt iets mee. Jongens, het is weer tijd om ons favoriete liedje te laten horen. Oké, hier komt de mijne, ja? Hey. Wat denk je dat mijn favoriet liedje is nu? Op dit moment? Ik denk zo'n classic, zo'n zomernummer. Zo'n zomernummer, ja. Oké. Daar komt ie. 3, 2, 1. Is that real shit? Young Capital Records. Big Money Work. Stand up. Hey. Hit that shit. Wow. Let up. Dit is nice. Deze is nice, hè? Ja, man. Dit is wel een beetje underrated. Ja, en trouwens, de brug gaat open, jongens. Ik zei het je, ik heb dit altijd weer. Wacht, nee, misschien kunnen we hem nog halen. Misschien kunnen we nog doorrijden voordat de slagbomen dichtgaan. Als iedereen hier nog even doorrijdt. Alsjeblieft. Alsjeblieft. De rode lichten zijn nog niet aan, dus we hoeven nog niet te stoppen. Nee! Kom op. Nee! Nee! Wow. Nee, ik kan nog doorrijden. Ja? Oh.
Maar yo! Oh! Oh, we hebben het gehaald! We hebben het gehaald! Anders stonden we wel vooraan. Ja, oké. Okay. Oh, jee, kijk eens. Hey, Hey, Wat in ieder geval wel zo is, het is dus echt verboden om de garage hier in te rennen. En het gebeurt nog steeds vaker dat mensen hier echt de garage inrennen en dan, weet ik veel, dingen gaan proberen daar. Maar dat is dus echt zwaar verboden. Dus wat deze jongen net ook deed, dat mag echt niet. Dus hij moet daar wel echt mee uitkijken. Omdat het natuurlijk gewoon privéterrein is voor heel veel mensen die hier allemaal wonen. Voor de rest heel lief natuurlijk, maar pas op. Een bakje Krusli eten. Om 7:15 s'avonds. Kijk eens wat een plaatje. Het is nog steeds ontzettend druk hier. En hey, die boot ligt daar nog steeds. Op de boot die hier beneden ligt staan dus de hele tijd jongetjes en volgens mij ook wat meisjes. De hele tijd al net mij te roepen als ik mijn raam opengooi. Van kom een foto maken, kom een foto maken. Dus ik ga ze even blij maken. Wel even een trui aan, want zo warm is het niet buiten. Ja, ik sta dus hier voor het eerst op de boot hier onder mijn huis. En kijk eens. Hi, gaan we een foto maken met z'n allen? Ja? Mooi. Nou ja, je weet het dus. Ik woon echt precies hierboven, dus ik hoorde ze roepen. Top. Ja. Nou, hop. Wat doen jullie precies hier trouwens op deze boot? Alles leren over de zeepaard. Oké. Plusjes, schoonmaken. Echt waar? Ja. Is het leuk? Ja. Mooi. We zijn dit jaar met zomerkamp ook naar Londen geweest. Echt waar? Met deze boot ook? Of... Ja. Oh, serieus? Oh, wat gaaf. Ja. Nou, dan gaat er nog even wat gebeuren. Wat? Oh, oh shit. Oh. Lekker. Dus, wat is dit? Wat staat dit voor? Baksgewijs. Het geel geeft 8. Oh. In de lijn naar rechts. Richten. Oh, houding staat. Op de plaats. Rust. Oh, het is echt leuk om te zien dit. Wow. Dat was echt heel raar om het een keer van de andere kant te zien. Ik kijk altijd op die boot. Het is trouwens niet dezelfde boot als die er normaal gesproken altijd ligt. Jammer, het is een ander. Maar wel grappig om het een keer van de andere kant te zien dus zo. De brug is blauw en het is alweer helemaal donker. Jongens, er was dus ook een vuurwerkshow. Alleen mijn camera, die werkte niet. En die was op. Dus hierbij dan wat filmpjes met mijn telefoon. Jongens en meiden, ik wil jullie bedanken voor het kijken naar deze vlog. Het was een prachtige dag, het was een hele leuke dag en er gaan nog steeds allerlei dingen hier rondom mijn huis gebeuren. Maar ja, die helikopter vanochtend was wel echt gaaf. Ik ben net klaar met het editen van de vlog en zoals ik al zei, ik vind het dus echt ontzettend leuk om zelf mijn vlogs weer te editen. Omdat ik dan die connectie met jullie voel ofzo. Maar jongens en meiden, bedankt voor het kijken. Ik ga lekker slapen. Vergeet niet om hieronder te abonneren op mijn kanaal. En dan zeg ik tot de volgende video en later.